Verder zou ik ook nog er willen op wijzen dat het geen zin heeft voor mensen om een masker te dragen wanneer ze in de straat wandelen. Je kan het virus niet krijgen door gewoon in de straat te wandelen en lucht in te ademen. Dat is onmogelijk. Wat wel belangrijk is, dat we afstand houden van elkaar en heel belangrijk dat we denken aan onze handhygiëne. Het virus wordt voornamelijk overgedragen via de handen. Wanneer we er niet aan denken om onze handen te wassen en masker opzetten of afzetten, verhogen we zelfs het risico om besmet te raken. Dus het is heel belangrijk om regelmatig de handen te wassen met water en zeep. Dat heeft veel meer zin dan het dragen van maskers in de straat. Dank u. If you do not have any respiratory symptoms such as fever, cough, or runny nose, you do not need to wear a medical mask like this one. Mask alone can give you a false feeling of protection and can even be a source of infection when not used correctly. Masks should only be used by healthcare workers, caretakers, or by people who are sick with symptoms of fever and cough. Dan zeg ik weer bedankt. Ik snap dan niet dat mensen maskers dragen. Ik vraag je af waarom. En dan hoopt u dat dat een heel klein percentage van de mensen blijft. Eenmaal als dat boven 20-30% wordt, dan wordt dat echt infectieus. En dan gaan andere mensen zeggen van waarom draag ik geen masker. Zolang je daaronder blijft, dan valt dat mee. Nu, het nuchtere feit is, er zijn er geen. Ja. Om goed te zijn hebben we een paar miljoen maskers nodig. 5 miljoen. Kunnen wij ook besmet raken? Op dit moment is dat nog ver van ons. Ja, dat zit in China en een paar landen daar rond. Dus op dit moment moeten we ons eigenlijk geen zorgen maken. Ja? Twee weken geleden, dat was geen toeval dat ik toen begonnen ben met te zeggen dit is een pandemie, dit is een pandemie, dit is een pandemie, dit is een pandemie. Mondmaskers, hoe zit het daarmee? In de fase van de exitstrategie, dus wanneer de maatregelen gaan één voor één wegvallen, dan gaan we meer tellen op mondmaskers. Ik snap dan niet dat mensen maskers dragen. Ik snap dan niet dat mensen maskers dragen. Dus op het openbaar vervoer, in winkels, dan op plaatsen waar veel volk samenkomt. Ik snap dan niet dat mensen maskers dragen. Ik snap dan niet dat mensen maskers dragen. Schermen mondmaskers eigenlijk tegen het virus, meneer Van Ranst? Ik snap dan niet dat mensen maskers dragen. Wanneer je die correct opzet, dan zal dat wel. Maar het is heel belangrijk om hier te benadrukken dat die mondmaskers die kunnen opgezet worden door patiënten wanneer die hoesten, ja, en in aanwezigheid van anderen, om die druppeltjes tegen te houden. Dat werkt. Daarvoor moeten we dat gebruiken. Ja. We zouden dat echt niet graag op de straten zien. Dat werkt ook niet. Dat heeft totaal geen zin om dat daar te dragen. Eigenlijk ook weken tegen de Belgische bevolking gezegd, zo'n mondmasker dragen, dat heeft geen enkele zin. Dat is nog altijd zo. We zouden dat echt niet graag op de straten zien. Dat werkt ook niet. Dat heeft totaal geen zin om dat daar te dragen. Op straat daarmee rondlopen? Nee, maar u zei net wel, als je gaat winkelen of bijvoorbeeld... Daar kan ik mij indenken. Nu, pas op, zieke mensen. Iedereen moet thuis blijven. Hè. En hebben ze genoeg mondmaskers? Ja. Ook niet, absoluut niet. Het gaat over tientallen miljoenen dan. Hè? Maar ze gaan dat wel. Iedereen gaat geïmproviseerde maskers dat dragen, maar ze gaan dat zeggen. We zouden dat echt niet graag op de straten zien. Dat werkt ook niet. Dat heeft totaal geen zin om dat daar te dragen. Dat is de enige maatregel die ze kunnen nemen. Ze waren te laat met hun maatregelen. Ja? Mm-hmm. Dan is er natuurlijk daar ook geen vaccin, antivirale middelen. En het enige wat men dan kan doen om krachtdadig over te komen, is te zeggen van we gaan allemaal mondmaskers dragen. Ja. Die zijn niet heel efficiënt, die hebben grote gaten aan de zijkanten, die passen niet mooi aan op het aangezicht. De meer professionele maskertjes uit harder materiaal, die passen beter op het aangezicht en laten dus minder openingen. We zouden dat echt niet graag op de straten zien, dat werkt ook niet. Dat heeft totaal geen zin om dat daar te dragen.